is een beetje winderig. Dingel, dangel, decoraties, ja, kerstmis komt eraan. Dingel, dangel, open de deur, kijk Jenny daar nou gaan. Oh! Nou zeg! Wat leuk, Jenny. Ik had er nooit aan gedacht om hoofdcommandant Staal te versieren. Nee, ik anders ook niet, Crispijn. Wat vind je ervan, Jenny? Oh, dat wordt wel leuk. Ik heb ook nog wat lampjes meegebracht. Oh, mooi. Zullen we ze aan hoofdcommandant Staal hangen? En dat doen wij dus absoluut niet. Het was een grapje, baas. Met dit erbij krijgt de supermarkt de allerbeste kerstversiering van heel Piekenpolder. Ik denk dat we nu wel genoeg versierd hebben, hoor, Norbert. Ah, doe nou, man. Deze moeten ook nog. En, oh, wat dacht je van deze? En deze kunnen knipperen. Ik heb deze nog niet eens uit de knoop, Norbert. En we hebben er trouwens ook niet genoeg stopcontacten voor. Ah, kom op nou, mam. Het ziet er straks fantastisch uit als we ze allemaal tegelijk aandoen. Tada! En Sam, wat vind je ervan? Ik denk niet dat al die stekkers in één stopcontact zo'n goed idee is. Maar Sam, ik wil de keuken ook graag versieren voor de kerst. Dat is allemaal goed en wel, maar hoe kom je aan dit oude ding? Zo'n verdeelblok kan oververhit raken, zeker als je er te veel stekkers in doet. Oh, ik wilde de boel alleen maar een beetje opfleuren hier. Maar dat kan. Gebruik dan een verlengsnoer en doe de stekker daarin. Oh. Oh, wauw! Oh, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Ik hoop dat je nu tevreden bent, Norbert Puk. Luister naar Radio. Oh, alsjeblieft, mam. Dit zijn alleen maar lampjes. Er moet ook andere versiering bij. We hebben absoluut hier één van nodig. Een reuze kerstman. Norbert Puk, je bent veel te hebberig. We hebben niet eens een tuin om hem in te zetten. Daar heb je geen tuin voor nodig. Hij kan op het dak staan alsof hij zo de schoorsteen ingaat. Nee, Norbert, nee. En ik meen het echt. Oh, oké, mam. Als je niet wilt dat ik gelukkig ben met kerst. Dit is het weerbericht van Radio Piekenpolder. Er worden zware windstoten verwacht. Goed zo, mam. Zet hem maar rechts naast de schoorsteen. Norbert, ik kan dit niet. Goed, vouw het papier open en vouw het daarna over de diagonaal. Vouw dan langs lijn E tot F en G tot H. Voor de vleugels. En klaar is Kees. Superpiloot Norbert Puk maakt het luchtruim onveilig. Ah, hallo, Diewertje. Brandweerman Sam, kijk eens. We hebben nu even geen tijd voor die streken van jou, Norbert Puk. Het is brandpreventiedag en brandweerman Sam en ik hebben een hoop werk te doen. Komt u binnen, commandant Staal, en let u maar niet op Norbert. Sorry, Norbert. Misschien kan het een andere keer. Maak je maar niet ongerust, Diewertje. Het is maar een routineonderzoek om te controleren of de supermarkt brandveilig is. Daar is brandpreventiedag dus voor bedoeld. Veiligheid. Hoofdcommandant Staal, wilt u de ladder vasthouden terwijl ik het rookalarm test? Natuurlijk, Sam. Veiligheid voor alles. Test je het rookalarm wel regelmatig, Diewertje? Oh ja hoor, heel regelmatig. Ah, wat is dat voor geluid? Dat is het alarm, Diewertje. Nu weten we dat het brandalarm werkt. Kan het uit? Ah, we branden toch aan toe. Wat was dat? Oeh, een vleermuis. Hij zit in mijn haar. Oh, nee. Oh, mam. Norbert Puk. Wegwezen. Help, help. Rustig maar, Diewertje. Ik pak hem wel. Het is geen vleermuis. Het is een schoonheid. Oh, commandant Staal. Wat vriendelijk. Wat? Toen ik zei schoonheid, bedoelde ik... Als jullie twee klaar zijn, kunnen we dan naar de nooduitgang?
Goed, die nooduitgang lijkt te voldoen. Oh nee, hoofdcommandant Staal die weet ook niet wat leuk is. Dan moet hij toch iemand zijn die kan genieten van een goede vliegshow? Alles lijkt in orde, Diewertje. Maar je moet wel oppassen met het bewaren van lege dozen en verpakkingen. Papier en karton zijn enorm brandgevaarlijk. Nou, jullie waren allebei erg behulpzaam. Kan ik jullie bedanken met een kopje thee? Nee, dank u, mevrouw Puk. Ik denk dat Sam en ik nu echt verder moeten. We hebben nog een hoop te doen. Huh? Au! Geen idee waarom ze een hond hebben op de kazerne. Hij is altijd aan het snuffelen en loopt in de weg. En hij blaft naar me als ik op dingen trommel. Radha is niet zomaar een hond. Hij is een reddingshond, pap. Een reddingshond? Het is een huisdier, Mandy. Kan een hond een brand blussen, een ladder beklimmen of een autowrak openknippen? Als die hond een reddingshond is, dan eet ik mijn vieze shirt op. Ik dacht het niet. Dat shirt gaat nu in de was, Markvoet. Poeh, dat stinkt vreselijk. Je vergist je, Radar, pap. Hij is wel een reddingshond en ik zal het bewijzen. Kijk, het belangrijkste punt van een uitrustingscontrole is zorgvuldig onderzoek of er niets kapot is of versleten. Goed, controleer ik de EVAC-stoel. Geef me eens een duw, Jenny. Goed, nou, probeer hem dan in ieder geval op een trap, Crispijn. Hey, dat is vast Mark. Die komt de verstopping in de keuken verhelpen. En dat is de reden dat patiënten goed moeten worden vastgemaakt. Help me eens een handje, Jenny. Help! Help! Mandy, wat is er? Wat is er aan de hand? Hallo, Radar. Hallo, lieve hond. Zie je, pap? Hij is een reddingshond. Hij kwam toen ik help riep. Alsjeblieft, Mandy. Dat is niet grappig. En het bewijst ook helemaal niks. Kom mee, Elvis. Sam, is Radar wel echt een reddingshond? Ja, natuurlijk, Mandy. Maar wat kan een hond doen om je te helpen? Radar kan heel goed ruiken, Mandy. Dus is hij een goede snuffelhond. En... Echt waar? Dank je, Sam. Wat heeft dat kind? Maar wat is Chop Suey, Brenda? Niet Chop Suey, Diewertje. Feng Shui. Dat is de klassieke Chinese kunst van het meubilair anders opstellen om goede energie te creëren in je huis. Oh, zou dat misschien ook iets voor mijn supermarkt zijn? Misschien wel, Diewertje. Ik zou bij je moeten gaan kijken, maar eerst moet Mark komen om de trap te repareren. Oei. Hij zal ook de diepvriezer moeten verplaatsen. Die geeft zeker veel slechte energie af daar. Oh, nee. Is dat zo? Mijn afvoer zit zo vol met prut, het is een grote prop. Er zit iets in mijn pijp, oh yeah. Mijn afvoer zit zo vol met prut, het is een rolletje drop. Je weet het, maakt me lijpen. Norbert! Norbert! Ah, daar ben je, Norbert. Wat ben je nou van plan? Niets hoor, mam. Niets? Met mijn bezem? En dat is mijn beste deken. Mam, die heb ik nodig. Ik ga kamperen. Hoe kan ik nou een tent maken zonder een bezem en een deken? Kamperen? Oh, Norbert, kamperen is smerig en gevaarlijk en... Kamperen is heel leuk. Oh, goeiedag, Klaas. Ik had je niet gezien. Oh, ik hou van kamperen. De frisse lucht, de ruimte, het natuurschoon. Ik ben vroeger bij de padvinders geweest. Hè? Oh, echt waar? Je was vast heel knap in je uniform. Goed, mannen. En mevrouw. Het is weer lente en we weten allemaal wat dat betekent, lijkt me. Bloemen? Nee, Crispijn. Ik bedoel kampeerders, trekkers en picknickers. En daarmee een grotere kans op brand. Bosbranden, grasbranden, elk type brand vraagt om een andere techniek en
Speciaal gereedschap. Zoals een slappe schep. Dat is een vuurzweep, Elvis. Voor het doven van gasbranden. Zeg eens, Norbert. Heb jij wel eens in een echte tent geslapen of eten gekookt op een echt kampvuur? Ja, natuurlijk heb ik dat. Heel vaak zelfs. Dat is niet waar. Je wilde ooit eens in de tuin slapen, maar je kwam al naar binnen toen het donker werd. Oh, mam, toen was ik nog maar 3. Norbert, ik vroeg me alleen af of jij een keer met mij wilde gaan kamperen. Ja, ja, heel graag. Dat zou geweldig zijn. Oké, nou als je zo graag wilt, wat dacht je dan van dit weekend? Oh ja, Klaas, dat klinkt geweldig. Onder de sterren zitten is zo aromatisch. Ik doe mee. Maar, ja. Ik ben echt dol op de natuur. Dat ben je helemaal niet, mam. Ik vraag me af of je weet waar je aan begint, Klaas. Je moet weten dat ik een heel ervaren kampeerder ben, Sam. Ik weet hoe ik veilig een kampvuur moet maken. Ik ben padvinder geweest. Het spijt me, Klaas. Ik twijfel niet aan je deskundigheid. Ik bedoelde Norbert Puk. Oh, ik snap wat je bedoelt. Norbert, kom eens helpen met mijn koffers. Waarom moet zij nou ook weer mee? Veel plezier allemaal. Misschien dat ik de bergreddingspost maar even bel, voor alle zekerheid. Kamperen kan heel gevaarlijk zijn, mam. Ik heb gehoord dat je heel erg goed moet uitkijken voor linksen. Linksen? Nou, je hoeft hier natuurlijk niet te blijven als je dat niet wilt. Hoort hij de alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt. Natuurlijk moeten we een nieuw pad maken als het weer beter wordt. Maar als we de mensen nou tot die tijd weg kunnen houden... Luister, Sam. Hoor je dat? Het is een vogeltje. Och, arm ding. Hij zit vast in dat stuk kabel en hij heeft honger. Neem hem maar mee naar de bergreddingspost. Goed idee, Sam. Ik doe het meteen, voor het gaat regenen. Regen, regen, regen. Hoe kunnen we ooit een goudarend vinden als het zo door blijft gaan met regenen? Ik denk niet dat hier veel goudarenden zijn. Natuurlijk wel. Heb je de foto in de krant niet gezien? Dat was in de hooglanden. Zover zijn die hier ook niet vandaan. En met zulke grote vleugels vliegen ze zo hier naartoe. Zodra de zon weer schijnt, zullen Mandy en ik er eentje gaan vinden. Succes! Oh. Yes! Norbert! Norbert! Norbert Puk! Zet dat ding uit! Huh? Waarom zet je je wekker nou in het weekend? Waarom slaap je in die kleren? Ga terug naar bed! Echt niet? Mandy en ik gaan op zoek naar een goudarend. Dat zijn de gaafste vogels van de wereld. Dag, mam. Oh, nou, je zal niet veel vogels zien als je zoveel herrie blijft maken. Oh. Oh. Hallo, mevrouw. Is Mandy... Hoi, Norbert. Dag, mam. We gaan. Je bent er! Daarboven, Sam. Rustig maar, Brenda. Alles komt in orde. Jenny, stabiliseer Jupiter.
stabiel. Schiet op, Sam. De ladder gaat nu omhoog, Sam. Ietsje verder, Jenny. Kom maar, tijger. Het is tijd om naar huis te gaan. Oh, wacht eens even. Kijk toch eens wat ik heb voor jou. Ah, werkt altijd. Oké, Jenny. Laat me maar zakken. Ah, dank je, Sam. Hou je vast, Sam. Ik ga je nu naar beneden. Oh, gelukkig. Wat een opluchting. Ah. Oh, Sam. Ik ben je zo dankbaar. Die arme tijger was echt zo bang. Als tijger zo bang was, dan zou hij daar waarschijnlijk niet steeds weer naartoe gaan. Arme tijger. Hij vergeet steeds hoe hoog het is. Sam, wacht. Heb ik iets gemist? Ik wil iets spannends filmen met mijn nieuwe camera. Wacht, het was niet echt spannend vandaag, Mandy. Ik heb alleen maar tijger van het dak gehaald. Alweer? Oh, nou, dat is ook goed, hoor. Wil je tijger nog even terugzetten op het dak voor me? Dat dacht ik niet, Mandy. Maar ik wil het filmen. Nee. Arme tijger. Dag, Mandy. Hoi. Ah, Norbert. Wat? Ik wil gewoon in je film spelen. Hey, ik heb een idee. Waarom gaan we geen echte film maken? En toen klom je broer naar boven en heeft hem gered, Karel. Sam is een held, vind je niet, tijger? Brandweermannen zijn heel moedig. En wij vissers dan? Vissers zijn ook moedig, hoor. Oh, natuurlijk, schat. Mwah. Ja, pap! Jij bent onze held. Ja, wel, ik moet nu maar eens aan het werk en wat vis gaan vangen. Sarah! Jaap! Sarah! Hey, jongens, jongens, luister. Willen jullie in een film spelen? Bel gauw, visser Karel! Hoe vind je de mosselen, Norbert? Ik heb ze nog niet geprobeerd. Auw! Zijn ze wel helemaal gaar? Je hoort de schelpen niet op te eten, Norbert. Alleen de binnenkant. Kijk zo. Oh. Ze zijn best lekker. Sarah en Jaap hebben Karel geholpen ze te verzamelen langs de kust. Ik had er veel meer dan Sarah. Ja, omdat jij de geluksemmer had en ook mijn mosselen had gepakt. Niet, die lagen gewoon op het strand. Omdat de emmer was gevallen. Ja, dan krijg je ervan als je de geluksemmer hebt. Zou ik ook een keer met u mee mogen om mosselen te verzamelen? Jullie kunnen vanmiddag met mij mee als jullie willen. Zodra het app is. Die superkniptang is echt geweldig, Sam. Ik hoop dat ik hem ooit een keer in een echte noodsituatie kan gebruiken. Ja, als hij weer nodig is, ben jij de eerste die je mag bedienen, Elvis. Misschien is hij wel handig als jij het eten weer eens hebt laten aanbranden. Wow, wie doet het licht nou uit? Oh, ik zit vast. Ik moet hulp vragen. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Oh, Mark Voet zit opgesloten in zijn busje. Sam, het gaat om Mark Voet. Hij zit opgesloten in zijn busje. Zo snel mogelijk er naartoe. Help! 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 Ik zit hier!
Geen zorgen, Mark. Hulp komt eraan. We hebben je er zo uit. Elvis, wacht. Wat ben je van plan? Je zei als het nodig was dat ik de superknieptang als eerste mocht bedienen. Maar hij is niet nodig. We hoeven alleen dit hout te verplaatsen en de deur kan open. Vuurwerk? Waar heb je dat gevonden? In jouw werkplaats. Deze vind ik het leukst. Afblijven, Norbert. Vuurwerk is heel gevaarlijk. Het is geen speelgoed. Ik weet het alweer. We hebben het eens voor oud en nieuw gekocht en toen regende het. Geven we een vuurwerkfeestje vanavond? Alsjeblieft. Een kleintje maar. Oh, oké. Waarom niet? Vraag Jaap en Sarah ook. En Sam. Het is goed als er een brandweerman bij een vuurwerkshow is. Veel veiliger. Oh, dank je, pap. Je bent geweldig. Is het nog steeds ochtend? Ik ben zo verrust niet gewend. Klaag maar niet. Dat betekent dat iedereen in Piekepolder veilig is en gezond. Ze hebben vast al die veiligheidsfolders gelezen die we hebben uitgedeeld. Als het zo doorgaat, hebben we straks geen baan meer. Misschien ga ik dan bij het circus. Als jongleur, hé. Of misschien toch maar niet. Hey, raad eens. We geven... Norbert Puck, heb jij enig idee hoe lang ik hierover heb gedaan? Maar het is niet mijn schuld. Kom, dan gaan we naar buiten. Een vuurwerkfeestje bij jou thuis, Mandy? Ik zou wel willen komen, maar ik kan niet. Dan heb ik dienst. En als je vuurwerk hebt, lees dan wel mijn veiligheidsfolder. Wacht even. Volg mijn top 10 tips op en het wordt een echte knaller. Steek nooit vuurwerk in je tuin af. Ga altijd naar een georganiseerde vuurwerkshow toe. Wat nu? Er wordt nu helemaal geen vuurwerkshow georganiseerd. Dus dat kan toch niet? Precies. Ik denk niet dat pap die folder nodig heeft. Hij weet alles al over veiligheid. Hij heeft het inderdaad altijd over veiligheid. Oh, alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, mama. We hebben er echt alles voor over. Oké, dan. Hoera, bedankt, mam. Ik ben een raket. Joe. Voorzichtig, Norbert, je maakt tijger bang. Wacht. En nu ben ik in gilde keuken bij. Oké, hoe vind je deze? Mandy. Oh, sorry. Ik deed alleen een knaller na. Let je goed op, Elvis. Oké, radar. Omrollen. Heb ik geleerd van het tv-programma. Ik mag dan een oude hond zijn, maar zeg nooit dat ik geen nieuwe trucjes leer. Oh, kunt u dan ook omrollen, baas? Ja, grappig. Oké, Mandy. Ik heb lunchpakketjes gemaakt. Ze liggen op de keukentafel. Help jij pap herinneren? Mam, waarom moet ik pap helpen herinneren waar zijn lunch is? Omdat hij zo snel is afgeleid dat hij altijd alles vergeet. Niet waar! Niet waar! Dan straks, Mark. We lopen via het bronpad en over de lange rug. Als ik niet voor het eten terug ben, stuur dan een opsporingsteam, hè? Vergeet niet het gras te maaien. Je vindt het vast heerlijk, Nelly. Bergwandelingen zijn super. Neem je altijd je hele uitrusting mee? Ik vind dat je op alles voorbereid moet zijn. Jij hebt vast je eerste hulpkoffer meegenomen. Klopt. Ik doe dat automatisch. En ik heb ook lunchpakketjes meegenomen. Fijn. Oké. Volgens mij hebben we dan alles. Kom, we gaan. Oeh. Sorry, dat doe ik dus automatisch. Geen probleem, maar ik denk dat ik gewoon de trap neem, hoor. Hmm.
heb steeds het gevoel dat we iets vergeten hebben. Dag, Sam! Elvis? Hoi, Sam. Een radar is vergeten hoe die moet omrollen. Vergeten? Ik heb radar nog nooit zien omrollen. Hij kan het wel, hoor. Kijk maar. Omrollen, radar. Hop. Ja. Bravo, hoor. Het is een mooie dag voor een wandeling. Oh, nu weet ik wat ik vergeten ben. Ik heb het weerbericht niet gecheckt. Ik geef je wel een weerbericht. Helder en zonnig. Kijk naar de lucht. Het weer kan soms heel snel omslaan in de bergen. Ik check het altijd voordat ik ga wandelen. Als we zijn waar ik denk dat we zijn, dan moet er achter die heuvel een prachtig uitzicht zijn. Kom, laten we gaan kijken. Auw! Oh, hebben jullie vandaag een uitje, Karel? Jazeker, Diebertje. Ik ga met Sarah en Jaap vissen. We gaan een wedstrijdje doen, om te zien wie de grootste vis vangt. Oh, alles is altijd een wedstrijd tussen die twee. Mijn Norbert is heel erg goed in vissen, hè, lieverd? Ja. Ooit had ik een haai gevangen en die was ontzettend groot. Oh ja, die was enorm. Ik wou dat ik hem gezien had, maar hij ging er vandoor, hè? Is het niet, Norbert? Wel toevallig dat altijd de grote er vandoor gaan. Maar het is waar. Neem hem maar mee uit vissen en ik durf te wedden dat ik de allergrootste vis vang. Wedden van niet? Echt niet? Goed dan, Norbert. Die staat. Zullen we gaan dan? Ik moet boven nog even een extra trui pakken. Oké. Okay. De boot vertrekt over 5 minuutjes. Vang je er ook één voor mij? Leun niet zo over de rand, Norbert. Ga alsjeblieft zitten. Oh, mag ik ook even sturen? Straks misschien. Goed. Dit lijkt me wel een mooi plekje. Hier, ik heb het azer al aangedaan. Pas op, die haakjes zijn erg scherp. Hou je lijn stil, Norbert, anders gaan de vissen er vandoor. Oh, ik heb nu al beet. Ik had net echt beet, hoor. En hij was zo groot. Ja, ik weet het. Maar hij ging er vandoor. En weer een makreel. Goed gedaan. Maar hij is niet zo groot als mijn makreel. Ach, ga weg. Hij is veel groter. Laat jullie vissen maar zien. Ik meet ze wel. Ze zijn echt precies even groot. Ja, wat een kanjer. Ik heb een kanjer gevangen. De grootste vis tot nu toe. Ik neem hem lekker mee voor mijn avondeten. Oh, hij is al pan klaar, zie ik. Rechtstreeks uit je moeders vriezer, hè? Oh, van spelen? Het was maar een grapje. Haal de lijnen maar binnen. Het wordt laag water. Tijd om terug te gaan. Ik vind dat ik gewonnen heb, want ik heb meer vissen dan Sarah. Dat is niet eerlijk. Het ging om wie de grootste. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam.